De volgende spreker is een vertegenwoordiger van Lenovo. Dat is Rick Koopman. Rick is zowel het commerciële als het technische geweten van Lenovo in Europa. En dat is een bijzondere combinatie. Duurzaamheid heeft inderdaad bij de aanbesteding hoog in het vaandel gestaan. En we gaan van Rick graag horen hoe dat op dit moment zeg maar, echt geactualiseerd wordt in het systeem. Rick, ga je gang. Goedemiddag, Peter. Goedemorgen nog. Peter, bedankt voor de introductie, voor de vriendelijke woorden. Ik kan moeilijk onder woorden brengen hoe trots ik ben om hier te staan. En hoe trots ik ben op het feit dat Lenovo gekozen is als leverancier van de Nederlandse nationale supercomputer. Ik als Nederlander bij de Nederlandse supercomputer en daar ook nog een rol in gespeeld hebben. Ja, wat wil je nou nog meer? Voor mij is het een hele leuke ervaring geweest om dat hele traject door te lopen. En voor mij is het hartstikke interessant geweest om, ondanks de verschillende bottleneckjes en hurdeltjes die je met een project als dit tegenkomt, om te zien wat er nu staat. En te zien wat er nu, en wat jullie dadelijk ook gaan zien als jullie de rondleiding gaan krijgen en gaan ervaren. Trots dat wij als leverancier dit hebben mogen doen voor de Nederlandse wetenschappelijke wereld, eigenlijk. Nou, Lenovo. De scope van Lenovo is erg breed. De scope van Lenovo gaat van mobiele telefoons met Motorola tot supercomputers in de vorm van Fresnelius. Achter mij staat een schoolvoorbeeld van efficiëntie en optimaal energiegebruik in Duitsland. Je zal de rekken, de mensen die zo meteen de zaal op gaan, zullen jullie herkennen. Want er is natuurlijk veel overeenkomst tussen wat daar staat en wat hier staat en wat hier verder uitgebreid gaat worden. En het streven is dus ook om de efficiëntie en de energievriendelijkheid en de sustainability, zoals die hier aangeleverd is, ook te vertalen naar de omgeving hier in Nederland. Daar zijn we dus al mee begonnen, met de eerste fase. Als je kijkt naar sustainability vanuit het perspectief van IT-technologie, het aanleveren van technologie, het opereren van technologie. Een klein voorbeeld. Als je gaat kijken zometeen naar Snellius en zoals die in zijn totale omvang binnen drie fases komt te staan, dan kan je dat vergelijken. Het is moeilijk voor te stellen wat dat nou aan rekenkracht is en wat dat nou aan energieverbruik is. Als je daarna gaat kijken, dan kom je al heel snel uit op tussen de 100.000 en de 120.000 laptops met een redelijk snelle i7-processor. Dan kom je op dezelfde rekenkracht. Dus om mensen die een probleem hebben een beeld te vormen van wat zo'n single lane van rekken kan leveren aan rekenkracht, dan kom je uit op tussen de 100 en de 120.000 laptops met een snelle Intel i7-processor. Of een snelle AMD Ryzen-processor, maar buiten dat. Je hebt het over enorme aantallen. En als je het dan over sustainability hebt, dan heb je het in de vorm van die 100.000 of 120.000 laptops, dan heb je het over bijna 10 megawatt aan energie wat je nodig hebt om die laptops te opereren. Als Snellius dadelijk compleet operationeel is, gaat dat net iets over de 1 megawatt heen. Dus als je kijkt naar sustainability, efficiency, sustainability, dan zijn die supercomputers eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe het kan en hoe het moet. En het zijn eigenlijk de voorlopers, ook voor de typische IT-wereld. En daar kom ik zo meteen nog eventjes op terug, waarom. Trots, ik heb het aangegeven, uitermate trots heb ik ook op benadrukt. We gaan naar de volgende. Nou, ik heb aangegeven sustainability. Sustainability, energievriendelijkheid, dat staat of valt met de technologie die je aanlevert. Maar dat is niet het enige. Sustainability begint bij ons tijdens het manufacturing proces. Dus wij, voor Europa, voor EMEA, Europa, Midden-Oosten en Afrika, bouwen wij de supercomputers in Hongarije. Daar wordt volgende maand wordt er weer een hele nieuwe fabriek wordt er geopend in Hongarije, waar mobiele telefoons, laptops, servers, maar ook onze supercomputers gebouwd worden. Daar worden de supercomputers gerekt, gestekt, inclusief waterkoeling getest.
En zelfs zaken als factory acceptance zijn dan mogelijk, inclusief waterkoeling. Dus de technologie die nodig is in een datacenter om watergekoelde technologie te testen voordat je het aanlevert en te voorkomen dat er problemen ontstaan doordat er memory dimmetjes verkeerd ingeplaatst zijn of netwerkkaarten verkeerd geplaatst zijn. Dead on arrivals noemen wij dat in de technische wereld. Dit voorkomt dat dergelijke problemen ontstaan en dat er oplossingen aangeleverd worden zoals we het hier ook opgeleverd hebben. Alle rekken die hier nu staan, de hele eerste fase, is gebouwd in Hongarije. Daar wordt alles conform de architectuur die mijn technische team gedefinieerd heeft in de rekken gehangen. Het netwerktopologie wordt gedefinieerd. Alles point-to-point verbindingen van alle netwerkverbindingen worden gedocumenteerd, wordt aangeleverd. Dus de rekken worden compleet aangeleverd, worden neergezet op het datacentrum, kunnen eigenlijk direct in de power gestopt worden en in het netwerk gekoppeld worden. Sustainability en rekken manufacturing, hoe kom je daarop? Nou, sustainability en het manufacturen van rekken. Ik weet niet of je wel eens de hoeveelheid nodes zoals die hier aangeleverd hebt, separaat aangeleverd hebt gezien. Dan heb je het over duizenden dozen. Dan heb je het over tientallen meter styrofoam. Dan heb je het over honderden formulieren. Dat ben je allemaal kwijt. Er komt één rek uit een vrachtauto. En in dit geval hebben we batches gehad van 8 en 12 rekken, als ik me niet vergis. En terugkijk naar 2, 3 maanden geleden. Die tegelijk aankwamen, worden de zaal opgereden, worden aangesloten aan de power. Netwerk wordt ingeprikt en de eerste testen kunnen gaan beginnen. Nou, sustainability, nogmaals, het is niet alleen energieverbruik. Het is ook de manier waarop je je equipment bouwt en hoe je je equipment aanlevert. Geoptimaliseerd zoals wij dat doen. Nou, als je nu gaat kijken, dit is een schrikbarend druk plaatje en mijn excuses daarvoor. Wat ik hiermee probeer duidelijk te maken is waar we nou eigenlijk naartoe gaan. En waarom de technologie, de efficiënte technologie zoals die nu neergezet is, zo belangrijk is en nog belangrijker gaat worden. Als je ziet naar alle componenten zoals die in de supercomputer gebruikt worden, zal je zien dat de komende 2, 3, 4 jaar het energieverbruik dramatisch gaat toenemen op componentniveau. Dat betekent dat op het moment dat je naar rack boundary gaat kijken, dus op het moment dat jij niet meer naar een single node kijkt, maar naar een supercomputer kijkt, dat je het gaat hebben over compute racks die in plaats van 16 kilowatt per rack, wat ik me nog kan herinneren van 10, 15 jaar geleden, wat heel normaal was. Als ik naar fase 2 kijk van Snellius, dan zitten er al rekken bij die de 100 kilowatt gaan benaderen per rack. Dat komt puur omdat alles kleiner wordt, de technologie wordt kleiner, wordt denser, de power consumption neemt toe, waardoor de warmteafgifte ook toeneemt en waardoor de rol van waterkoeling nog belangrijker wordt als dat die nu al is, om efficiënt om te gaan met het verwerken van die warme lucht of van de hitte die gegenereerd wordt door de technologie. Nou, even snel in 3 fases. Wat jullie zo meteen gaan zien is in fase 1, waarbij die nu operationeel staat. In fase 1 zul je zien dat er een hele leuke vergelijking is. Er staat 1 rek op zaal waar accelerators in zitten en die levert al meer rekenkracht dan de huidige Cartesius totaal levert. Storage is aangeleverd, high capacity, high bandwidth. Volgende fase is AMD-technologie waar ik nog niet over mag praten, maar wat we wel beschreven hebben in het tenderdocument, maar dat is technologie die dus volgend jaar pas uitkomt. Erg interessant. En wat er daarna gaat komen, dat is nog interessanter en dat is eigenlijk nog een beetje een open deur. Maar de scoping die we daarvan gemaakt hebben is gebaseerd op nieuwe NVIDIA Accelerator technologie. Netwerk, Mellanox en ik ben klaar. Jee. Ah. Fantastisch, Rick. Dank je wel. Geweldige tijd. Maar ook veel plezier vandaag. Interessant om te horen hoe het eruit ziet. Nogmaals dank.